Super leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik sta weer in de buitenlucht vandaag. We gaan vandaag weer een training buiten doen, omdat sommigen dat echt wel even lekker vonden. En het is er nog steeds mooi weer voor. We beginnen vandaag met een warming-up. Gewoon jumping jacks springen. We gaan wat verschillende oefeningen doen, maar het is wel belangrijk dat je natuurlijk eerst goed warm bent. Je kan je sprong zo groot maken als je zelf wil. Je kan wat rustiger springen of juist wat sneller springen. Goed bewegen. Als je wil kan je nog variëren met je benen van voor naar achter. En dan weer wijd. Dus jumping jacks. Armen gaan mee. Benen gaan mee. Heen en weer. Terug. Zorg dat je goed warm wordt. In beweging blijft. En dat je ruimte hebt om te bewegen. Super. Als je dit lang genoeg gedaan hebt, je denkt nou, het is klaar voor een andere oefening. Dan kom je naar de grond. Je zet je handen neer. Je voeten. En dan ga je met je voeten lopen. Of je voeten gaan wijd. Langzaam. Je kan ook nog springen als je dat wil. Wat rustiger aandoen. Waar jij je goed bij voelt. En als je even pauze nodig hebt, dan neem je die uiteraard. En anders ga je lekker door. Goed je rug recht houden. Schouders zijn boven je ellebogen. Blijven bewegen. En deze oefening kan je ook weer zo lang doen als jij zelf wil. We gaan even naar de andere kant voor een andere oefening. Gaan jullie mee? Je hebt nodig een balletje en een bedje. Maakt niet uit welke. Het waait hier een beetje, dus het is wel een klein beetje lastig. En je gaat proberen het balletje omhoog te houden. Kan je ook weer doen met een tennisracket. Dat maakt niet zoveel uit. Als je maar iets hebt waar die op kan stuiteren. Misschien kan je wel wisselen met arm. Dus dat je het met rechts doet of met links doet. Misschien kan jij hem wel onder je been door, weet ik niet. Ik ga het nu maar even niet proberen. Het schiet in één keer zomaar te binnen. Zorgen dat hij hoog blijft. In beweging blijven. Ik ga toch een keer met mijn andere hand proberen. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Zie? Klein beetje. Wie niet waagt, wie niet wint. Gewoon proberen. Mooi. Voor de volgende oefening heb je een voetenpad nodig. Die teken je zelf. Je gaat eerst met je schoenen ergens staan. Zet je die neer. Even stoepkrijt omheen. Als je dit binnen gaat doen, wel eerst je moeder vragen of het mag. Of je vader. Ik heb hier eerst twee. Dat is dus twee. Wijd, smal, bij elkaar. Opzij, andere kant. Smal. Die is verwarrend. Terug. Loop je hier de zijkant weer terug. Begin je weer opnieuw. Snel, mag ook. Kan je zoveel variëren als je zelf wil. Je kan hem zo lang maken als je zelf wil. Je zou hem natuurlijk ook gewoon weer terug kunnen doen. Dan hoef je niet om te lopen. Draai je hier gewoon weer om. Kan allemaal. Volgende oefening. Je gaat op de grond liggen. En je gaat je enkels aantikken. Opzij. Over de vloer. Misschien is het lekkerder om in het gras te gaan liggen. Dat is misschien fijner voor jezelf. Maakt niet zoveel uit. Als je voeten wijder zet is het wat makkelijker. Als je voeten smaller zet wordt het iets moeilijker. Heb je veel last van je nek? Doe je handen achter je hoofd en draai je opzij. Dat kan uiteraard ook. Geen probleem. Heb je even pauze nodig? Dan kan je even lekker van het zonnetje genieten. En daarna ga je uiteraard gewoon weer door. Yes. Niet stoppen, doorgaan. Doorgaan, je kan het. Heel mooi. En daarna gaan we door naar de volgende oefening. We krijgen even visite van Joy. Je hebt een stoeprand nodig. Die heb ik hier nu niet, dus ik heb hem zelf even gemaakt met drie bakstenen. En dan ga je om en om aantikken met je voeten. Kan ook weer langzaam en snel. Kan ook erop en eraf stappen, als je dat leuker vindt. Dus, variëren. Vanuit jezelf. Hop, hop, hop. Zo snel als je wil. Misschien is het wel leuk. Kan je zelf ook nog een rondje draaien. Je kan alle kanten op. Dus je hebt verschillende oefeningen vandaag. Die je in je eigen tempo kan doen. In je eigen ritme. Ik wens je heel veel plezier. En tot de volgende keer.